Ja, want mensen die worden tegenwoordig steeds ouder. En dat is zelfs mooi. Maar soms gaat het ook wel eens de kosten van de zons. En ja, als jouw biggeliefste valmeidje op ouder leeftijd, dan kan het soms hele vervelende gevolgen hebben. Nou, om dit te voorkomen is het soms goed om jou hier wat op voor te bereiden. Bij u in de studio is Peter van den Broek. Zij is fysiotherapeut. Goedemiddag, Peter, en welkom. Dankjewel, goedemiddag. Ja, je hebt jou en hij wiekenwijze een training valpreventie in de trein Warm in Kalmersweg. Is dat nodig? Dat is wel nodig. Het wordt daar gestimuleerd. Ik vanuit de overheid dat wij daar preventief toch meer aan dwang gaan. En op die manier willen wij dat toch onder orde brengen bij de mensen. Ja. Want we hebben het nog net al die tijd volop praten natuurlijk hoe dit onderwerp bij mensen. Dus, Nee, want ik zei dat ik al in mijn mensen worden steeds ouder. Nou, dat zie je hem ook vernemen natuurlijk. En daarmee, ja, ouderen komt met gebreken, ze dan altijd. Maar het gevaar van vallen is bij oudere mensen ook groter dan. Ja, absoluut. Want de mensen op oudere leeftijd vallen, bloedt het helaas net alleen bij de val. Dan belanden ze toch wel gauw in het ziekenhuis. Of eventueel nog meer ergere gevallen. Ja. Wat natuurlijk een soort yield kost uiteindelijk ook. En dat willen we voorkomen. Ja, want kreeg je een grote aanmeldingen van mensen die, nou ja, na dat ze vallen binnen, misschien de heupbrust en gaan revalideren, maar ja, absoluut. Ja. Dat gebeurt. Sorry. En dat neemt daar? Natuurlijk. Mensen met lange thuis blijven, lange thuis wijn blijven, worden inderdaad ouder. Dus dan ben dit de volgende gevolgen daarvan. Ja, dus het initiatief is natuurlijk echt om aan de voorkant te beginnen. Klopt. Nou zei ik in de aankondiging en de uitnodiging 54 plus tegen. Ja. Ik denk 54 plus, dat vind ik eigenlijk best wel jong. We zeiden straks al misschien, 54 plus is toch een beetje het 44 plus van je burger, of weet dat net zo? Nou, ik snap dat je dat gauw denkt. Mensen willen hun net gauw omsprutsen. Het wordt je senioren of ouderen, dat valt ik net altijd even lekker mee. Want ja, vindt iemand zich ouder als hij 64 plus is? Ja. Dit is eigenlijk een maandelijkse medje die het organiseert wordt in Kalmersweg in het Rijdwarpen. En dat hier, het zien we de 54 plus medje, dus daar ben je bij. Daar ben je mee onhekken. Ja. Oh, het is breder dan dat alleen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, ja. Heel gerusteld. Kist het moen, kom je. Hey, nou, wat doe je precies aan medje? Wij brengen dus inderdaad het val, maar de preventie daarvan onder de aandacht op een leuke manier proberen we dat in te vullen. Er komen meerdere disciplines op zo'n medje. Er komt een diëtist, een leefstijlcoach, er komt een fietsendokter. En er worden hulpmiddelen toond. Maar ook een stukje training. Hè. Wat kunnen mensen preventief doen? Zien vallen. En daar ben je daar wel bewust van. En op die manier willen we ze ook screenen om te zien. Ben er ook mensen die een vervolg nodig binnen? Daarna. Die dus inderdaad een heger valrisico hebben. Dus op een leuke manier aandacht erom besteden. Ja, want zeiden ze al, er komen meerdere disciplines. Ja. Vanuit verschillende invalshoeken zorg je hem daarna. Ja, klopt. Dat levert een complete beeld op dan? Absoluut, maar ik wist wel degelijk maar verschillende dingen. De preventie dus stimuleren. Want ik wist mijn voeding en prutten doen. Ik wist mijn hulpmiddelen en prutten doen. Ik wist mijn fiets. Hoe stap ik op? Hoe kom ik er al? Wat kan ik al doen om te voorkomen? Ja. Ja. Ja, want nou goed, ik zit dan even, dat plop bij mij naar de boventaal. Mensen die mij inderdaad in een rolstoel zitten of mij in zo'n looprekje rennen, zeg maar zeggen. Ja, die binnen soms inderdaad heel wankel. Dus ja, dan is het goed om er even wat breder op in te steken. Absoluut, maar het liefst al voordat ze mij zo'n wandelrekje rennen. Want als je ook gewoon fit en sterker bent en je hebt een training gewoon om wat spierkracht en wat evenwicht en balans te stimuleren, dan ja, kun je wel degelijk een prut doen van. Ja. Om net vooral. En dat is net in je malen, want je hebt vaker die 54 plus medicijnen stal, dan komt dit echt bij waarom? Of is dat nou in je malen omdat je even de aandacht op ons geeft? Nou, dit is nou eerst in je malen, maar we zijn van doel om zo voor de mensen die dus een heeg valrisico hebben, die sterk uitkomen, die midden daar een vervolg rond die aan. En dat wordt wel mij een programma, een stukje trainingsprogramma. Ja. Oké. Okay. Helemaal een proto ommeldingen of net? Ik geloof dat we inmiddels op 60 zitten, iets in die richting. Dus, oké, dat is een hele grote club. Dat is al prachtig, maar mij nog steeds gewoon wie. Ja, oké. Okay. Maar ja. Die 60 man, komen die dan op in je midje? Want ja, die komen al jaar op die midje. Oké, okay, en dat is het behapen van je, zo'n grote ploeg? Ja, absoluut. Dat hebben we best organiseren, dat lukken, maat. Ja, oké. Okay. Hey, ben er een kast nog verbonden voor mensen of kun je ze heen? Hoe heet dat? Ze mij gratis komen, dus daarmee proberen we natuurlijk het zo leegdrempelig mogelijk te gaan. Ja.
Dus ja. Daar zal net aan lezen. Nee. Iedereen. En het is het wie van Kalmersweg en Effingkleester. Die beide dwarpen. Ja. Doe je hem dat direct nog meer deze kant uit, zeg maar zeggen, Westerheen? Kunnen we en willen we zeker doen. We beginnen daar, omdat we daar zelf maar in onze praktijk zitten. Als het goed bevalt, valt dit concept weer, zoals ik daar haal. Nou, misschien nog even in het kwart, waar en wanneer? Wij binnen 13 maart in het Redenwarpen Kalmersweg. Mensen kunnen zich daar aanmelden voor bij Benny Wiersinga. Kom alsjeblieft, we hadden een leuke medje, we hadden een goodiebag voor de mensen. Dus ze komen ook maar wat leuks en nuttigs thuis. Dus wees welkom voor de 54-plussers. Hartstikke goed. Petra van der Broek, tien dank voor die 12 taljachting. En soort succes met de training van de 54-plussers. Dankjewel.